Hi allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een favoriete van de maand. Het is al eventjes geleden dat ik het heb gedaan. Ik geloof zelfs dat mijn laatste vorig jaar was. Maar zoals heel veel YouTubers elke maand nieuwe favorieten hebben, heb ik het eigenlijk niet. Als ik een favoriet vind, dan blijf ik daar eigenlijk meestal wel een hele lange tijd bij. Totdat ik eigenlijk iets nieuws vind of toch nog een beter product van datgene vindt, zeg maar. Dus vandaar dat ik toen dacht, ik ga gewoon één keer in de zoveel tijd een favoriete video doen. En vandaag is weer zo'n dag. Ik heb een hoop favorieten voor jullie. En best wel veel, dus ik zou zeggen laten we heel snel gaan beginnen. Maar voordat we dat doen wil ik jullie vragen om alvast een duimpje omhoog te doen voor deze video. En hieronder je eventjes te abonneren op mijn kanaal, zodat jullie al mijn video's als eerste kunnen bereiken natuurlijk. Het is behoorlijk beauty gerelateerd allemaal. Nou, eigenlijk allemaal beauty gerelateerd dit keer. Waarom weet ik ook niet, ik heb gewoon heel veel beauty favorieten op het moment. En ik ga ze nu met jullie delen. Als allereerste ga ik het met jullie hebben over deze foundation. Het is, hou ik hem goed? Nee, ik hou hem niet goed. Deze, Dermasol heet het. Het is gemaakt in Europa. Ik weet niet of jullie het merk kennen. Ik kende het hiervoor nog helemaal niet zelfs. Ik heb deze gevonden op Wish. En ik dacht toen van, nou, ik ga het gewoon eens proberen. Mijn huid is niet altijd het beste. Soms op mijn kin vooral. Het heeft te maken met de hormonen die ik inneem. Voor mijn schildklier dus. Dat is best wel lastig. En dan wil je natuurlijk gewoon een goede dekking hebben van foundation. En die kon ik eigenlijk niet echt heel erg goed vinden. Behalve heel erg duur. En dat vind ik dan ook weer zonde van mijn geld. Ik zag deze dus op Wish. Het kostte me echt geloof ik 2 of 3 euro. Echt super cheap. En het heet dus Dermasol Film Studio Barrandov Praag Make-up Cover. Geen idee. Ik zag in ieder geval in de reacties daar dat het blijkbaar een hele goede dekking had. Dus ik dacht, dat moet ik gaan proberen. Het enige nadeel was dat daar alleen maar nummers bij stonden van kleuren. Dus ik ben gewoon gaan googlen op nummers van dit merk. En kijken welke kleur daarbij hoort. Dat als je gewoon gaat googlen en dan bij afbeeldingen kijkt. Zo. Dan kan je dus gewoon zien welke kleur welk nummer is. En zo kan je ongeveer wel een beetje kijken. Je kan er ook meerdere bestellen zodat je kan mixen. Heb ik niet gedaan en ik moet zeggen dat het op zich wel de goede kleur is. Hij had voor mij iets meer een gele ondertoon mogen hebben, want soms zie je dan toch nog wel een beetje het verschil. Maar ja, ik zit daar niet zo mee. De dekking is echt amazing. Je hoeft echt maar een heel klein beetje te gebruiken. Echt, het is ideaal en het kostte me dus echt ongeveer 2 euro. Het enige nadeel is dat jullie wel even, mocht je hem gaan bestellen, schrijf het nummer op van de kleur die je bestelt. Dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb nu geen idee welk nummer dit was. Dus ik moet straks gewoon weer opnieuw gaan bestellen. Maar hopen dat ik de goede heb. Dus dat is wel even een tipje. Heb je een goede foundation kleur gevonden voor je huid? Match die goed. Alsjeblieft schrijf het nummer op. Want je kan hem gewoon niet meer terugvinden. Omdat heel veel winkels op Wish verdwijnen ook. En komen dan ineens onder een andere naam weer terug of zo. Dus je bestellingen worden ook verwijderd op een gegeven moment. Dus ik ging laatst kijken of ik het nummer nog terug kon vinden. En nee. Dus, ik hoop dat ik hem nog terug kan vinden. Maar anyways, dit is echt een toppertje. En dan om eventjes bij mijn Wish bestelling te blijven, heb ik deze 3 lippenstiften gekocht. Of lipgloss moet ik eigenlijk zeggen. Tenminste, ik heb er eigenlijk 4. Super stom, ik heb er eentje heel vaak op. Ik kan hem even zo snel niet vinden. Waarom? Ik weet het ook niet. Ik denk dat ik hem ergens gelegd heb. Maar ik weet niet meer waar. Story of my life. Dus, nou ja, doe maar even met deze 3. Anyways, ik heb dus nog een kleurtje van. Maar ja, niks aan te doen. Dit zijn dus de 3 andere kleuren die ik heb besteld. Ze zijn van het merk Key Best. Nou, geloof me, ik ken het ook niet. Ze beloofde in ieder geval heel lang te blijven zitten. En ik dacht, maar natuurlijk, ik heb al zo vaak van deze geprobeerd. En nooit werken ze. Dan ga je eten of weet ik veel wat drinken. Het gaat er altijd af. Nu heb ik deze. En deze zijn echt amazing. Ik kan gewoon niet. Ik vertel het ook tegen iedereen die het maar horen wil. Ik ga het jullie wel even laten zien. Ik zal eerst de kleuren eens eventjes swatchen. Deze kleur, daar valt wat over te zeggen. Die vind ik zelf niet heel mooi. Op het plaatje zag hij er iets anders uit. Ik dacht, laat ik het gewoon proberen. Maar, dus dit is niet echt mijn favoriete kleur. Maar goed, maakt even niet uit. Dat is deze. En hij is super grijs, zoals je kan zien. Dus ik vind hem best wel heftig, om heel eerlijk te zijn. En ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Maar nu is het nog
Ja, zo kan je het beter zien. Kijk, het is echt niet mat, maar het glanst nog. Daar gaat straks verandering in komen. Dit is trouwens de kleur 628. Mocht je hem willen bestellen. Dan hebben we deze. Dit is de kleur 627. Dat is deze kleur, de rode. Echt, ik vind hem super mooi. Maar zoals je ziet, ook nog nat. En dan hebben we hier deze dus, de laatste kleur. En dan heb ik dus ook nog een kleur, die is wat meer paarsig. Meer haarachtig. Paars, maar dan iets lichter. Echt een hele mooie kleur. Die heb ik eigenlijk het meest op. Dit zijn dus de drie kleuren die ik hier had. Nu zijn ze dus nog aan het glanzen. Ik ga eventjes wachten. En dan zullen we het straks eventjes testen. Just wait for it. Because your mind will be blown, people. Yes, it will. Alright, dan het volgende. Twee mascara's. Deze twee. Een high-end merk. High-end merk, tussen haakjes. Want ik geef geen 50 euro aan mascara uit. Maar deze was 16 euro, geloof ik. En dan hebben we een low-budget merk. En hoe duur deze was, I don't know. Ik ga het voor jullie opzoeken. En dan zie je nu de prijs. Anyways, ze zien er een beetje hetzelfde uit. Ze hebben eigenlijk allebei dezelfde kleuren. De ene, de low budget merk, is van Catrice. En die heet Rock Couture 24 Hour Extreme Volume Mascara. En dan hebben we de high end. dat is van Maybelline. Less Sensational Lashes with Oil Blend. Oké, ik ga heel eerlijk zijn. Deze heb ik gisteren gekocht. Het is natuurlijk een favoriete video. Ik heb hem nog niet super goed kunnen testen. Hij geeft veel volume. Maar deze is zoveel beter. Als je van dunne, gesepareerde wimpers houdt. Zo, ik kwam niet meer op het woord. Deze geeft wat meer volume, maar toch plakken je wimpers echt aan elkaar. En ik heb daar zo'n hekel aan. Behalve als je dan bijvoorbeeld nepwimpers op hebt of zo. Dan kan je dat nog wel wat meer bij de aanzet gebruiken. Dan krijg je natuurlijk heel veel volume. Maar voor de rest, nee. Terwijl ik echt super veel goede dingen over deze heb gehoord. Dus ik begrijp het niet zo. Of ik moet iets verkeerd doen. Dus deze, ik twijfel nog een beetje. Ik wilde even de vergelijking laten zien. Want, kijk, zoals je bij deze ziet, ik ben weer aan het kletsen als een motherfucker. Maar maakt niet uit. Dan wordt deze video maar weer lang. Dit is een borstje. Kijk, hou je niet van beauty, dan moet je gewoon wegsteppen hoor. Want het wordt gewoon echt alleen maar beauty. Sorry. Dit is een wat dikker borsteltje met wat dikkere puntjes. Ik hou heel erg van die plastic borsteltjes trouwens. Maar deze, die dus echt geen drol kost. Die is dus echt amazing. En ik vind het, dit vind ik ook zo leuk. Kijk nou. Ik vind dat leuk. Maar kijk. Het is een wel een wat dikker borsteltje. Oh. Maar de haartjes, de pinnetjes zijn veel dunner. Dus je wenkbrauwen worden veel gesepareerder. Mijn wenkbrauwen, nou zeg ik het weer. Mijn lippenstift is bijna droog. Ik kan het jullie bijna laten zien. Dan het volgende. Ethos Fixing Spray. Yay. Applausje eronder. Yay. Nee, dit is echt super fijn spul. Kost 5 euro, want ik heb toevallig gisteren een nieuwe gekocht. Dus vandaar dat ik het heb onthouden. Make-up Fixing Spray Hydrating. Ik zweer hierbij ook weer gewoon. Als je klaar bent met je make-up, doe je gewoon even dit. Oh, ik heb er zo hekel aan. Dat wel hoor. Ik haat dat als het in mijn gezicht komt. Maar goed. Dat is wat je doet. En je make-up is set for life. Nou ja, in ieder geval voor deze dag. En dan komen we bij het haar, jongens. Als eerste natuurlijk de favoriet van afgelopen... Sinds wanneer heb ik ze? Januari of zo? Ik weet het niet precies. Maar anyways, mijn hair extensions uiteraard. Ik gebruik het elke dag. Nou ja, misschien dat ik hem sinds januari dat ik ze heb 2 of 3 keer niet in heb gehad. Omdat ik gewoon even geen zin in had. Maar voor de rest heb ik ze altijd in. Dat is dan ook wel weer meteen een iets groter nadeel. Omdat je ze letterlijk elke dag draagt. Gaan ze natuurlijk ook wel sneller slijten. En ik gebruik ook best wel veel spul in. Dus moet je ze vaker wassen. Al met al is slijtage iets sneller als je ze elke dag gebruikt. En mocht je daar verder nog vragen over hebben, dan kan je de video die ik hieronder gelinkt heb eventjes bekijken. Voor meer informatie over hoe ik ze indoen, waar ik ze besteld heb en dat soort dingen.
komen we weer bij het volgende, namelijk dit. Over haar gesproken. BioSilk. Jullie zullen het vast al wel kennen of misschien ook niet. Voor als je het nog niet kent, dit spul is ook weer amazing voor je haar. Ik kende het al wel, maar ik had het eigenlijk nog niet echt gebruikt. En toen zag ik het laatst in de winkel liggen. Of laatst, een tijdje geleden alweer. En het kost 12 euro. Tenminste, ik heb het voor 12 euro gekocht bij de Op is Op shop. Dus misschien dat het daar wat goedkoper is. I don't know. Anyways, het is super goed spul. Ook voor je extensions. Je kan het op droog haar gebruiken. Op nat haar gebruiken. Het is silk therapy. Dus het maakt je haar super zacht. En dat gebeurt ook echt. Want mijn extensions op een gegeven moment, als ik ze te lang gebruik zonder te wassen, dan gaan ze klitten. Dit spul werkt daar zo goed bij. Dus, mocht je nog op zoek zijn naar iets goeds om je haar lekker zacht te maken, goed te onderhouden, BioSilk raad ik zeker aan. Dit is zeker één van mijn favorieten. I love it, I love it, I don't like it. I love it, love, love it, oh. En dan als laatste voor mijn haar, wat natuurlijk niet kan ontbreken, is zeker mijn favoriet, namelijk de L'Oréal Préférence. Kan wel een beetje Frans. Nee, maar ja, ik ben heel erg blij met deze haarverf. De kleur op het doosje is uiteraard nu iets anders als mijn haar, omdat het alweer een heel groot stuk uitgewassen is. Dat ga je gewoon echt hebben met deze verf. In het begin ziet hij er zo uit. Ik denk na een aantal wasbeurten, nee, wordt hij wel wat minder. Maar goed, dat is maar net aan jezelf of je het onderhoudt of niet. En hier zit ook nog een color extender bij. Die gebruik ik ook één keer in de zoveel tijd. Het is in ieder geval super makkelijk in te brengen in je haar. Je kan het gewoon zelf doen, wiet, over je hele haar heen. Natuurlijk moet je wel de uitgroei bijwerken. Bij mij is het eigenlijk ook wel weer tijd dat ik het nog een keertje ga doen. Ik heb deze altijd wel ergens op voorraad liggen. Kijk bij de Kruidvat gewoon, of misschien ook wel bij de Ethos. Maar ze zijn er altijd wel bijna in de actie. Zijn ze de ene week niet in de actie, dan wacht je gewoon even een weekje. Want een week later zijn ze wel weer in de actie. Dit is niet normaal. Het is altijd wel 1 plus 1 gratis of 2 voor de halve prijs of wat dan ook. Dus dat is super chill. Nou, dan als laatste zou ik jullie nog eventjes mijn lippenstift laten zien. Ik kom ietsje dichterbij. Dit is hoe ze eruit zien als het opgedroogd is. En je ziet, het is gewoon super mat. En dit is wat er gebeurt als ik er overheen wrijf. Helemaal niks. Helemaal niks gebeurt er. Ja, ik ben echt heel erg fan van deze. Ze werken nu echt super, super, super goed. Ze blijven de hele dag gewoon zitten. Het plakt ook niet. Het droogt je lippen ook niet uit. In ieder geval niet bij mij. En ik ben echt heel erg fan van deze. Het is echt mijn favoriet. Ik ga er zeker nog meer kleuren van bestellen. En dat waren mijn favorieten van de maand april 2017. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden om naar te kijken. Nogmaals, doe een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En abonneer je even op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag in de volgende video. Doeg!